Eurowaterbed, goedemiddag. Ja, hallo meneer, praat met Alessandro met Arnhem. Goeiedag. Hallo, ik wil vragen, u heeft waterbedden, hè? Ja. Ja, ik wil graag eentje kopen. Heeft u een klein momentje, verbind ik u even door. Oh, ja, ja, is goed. Met wie? Hallo? Oh. Afdeling verkoop. Oh, ik echt heel blij. Ik heb u aan de telefoon, hè? Ja. Ja, echt waar. Die melodie is echt verschrikkelijk. Die melodie? Echt niet normaal. Die zoomt dan nog in mijn hoofd. Ja. Oh, oh. Maar goed, ik even bellen voor die waterbed. Welke? Zegt u? Welke waterbed? Ja, daarom ik u bellen. Ja. Ja. Welke heeft u? Ja, we hebben alles. Ja, en wat kan ik daaronder verstaan dan? Ja, waar reageert u uit? De krant. Er staat drie keer waterbed, streep, waterbed, streep, waterbed. Ja. Zoekt u goed een compleet waterbed, dan even bellen. Die is niet extreem duur, die spreekt mij wel aan. Ja. Dus daarom ik ga even bellen. Ja, zou ik u dan even een uitgebreid informatiepakket toezenden? Maar kunt u misschien wat minder uitgebreid even aan de telefoon vertellen? Ja, we hebben een compleet waterbed, helemaal slaapklaar voor €795. Ja, en wat kan ik daarmee? Ja, het is gewoon compleet. Slaapklaar. Totaal bed. Slaapklaar? Ja. En dan kan ik gewoon, hoeveel personen kan erin? Twee. Twee stuk, kan niet drie. Heeft u ook pas voor drie personen? Nou, past ook wel. Ja, ja, ik heb twee vrouwen daarom, hè. Is belangrijk. Dat ik wel, dat die alles kan erin. Hoe is die met die, ik heb gehoord, hè, die waterbedden, die doen een beetje schommelen, hè? Ja. Schommelen. Is daar nog verschil erin? Want die mag niet zo zijn dat als ik in die bed plof, dat mijn vrouw liggen in die nachtkastje, hè? Nee, dat gebeurt ook niet. Nee? Nee. Want? Is gestabiliseerd. Hoe zegt u? Is gestabiliseerd. Gestabiliseerd? Wat is dat? Ja, dat beweegt hij niet. Oh, die beweegt niet? Ja, nauwelijks. Nauwelijks. Zeg maar net als matras. Ja. Bijna hetzelfde. Nee, dat niet. Maar wel, je hebt wel voordeel van waterbed. Wat dan? Ja, dat hij goed ondersteunt. Wat ondersteunt hij dan? Ja, je lichaam. Oh ja, oké. Okay. Zal ik u even een informatiepakket toezenden? Nou, ik weet niet. Heeft u nog meer dat u zegt van, nou, dat moet u echt weten als je gaat kopen in waterbed? Is nog belangrijk dat hij dat... Bijvoorbeeld, hoeveel weegt zo'n ding? 600 kilo. 600 kilo? Ja. En kijk, als ik heb houten vloer, is het niet gevaarlijk? Geen probleem. Is niet probleem? Nee. Oh, nou oké. Okay. Nou, ik ga even praten met mijn vrouwen dan. Is goed. En dan ik ga misschien eentje kopen. Prima, horen we. Oké, tot ziens. Dag meneer.